Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we naar Starfall Street om de eerste member van Team Star te verslaan. Dus als je nog steeds heel erg blij wordt van Pokémon Scarlet video's, knal die duimpjes omhoog. Laten we 1000 duimpjes halen. En abonneer, zet het belletje aan als je dat nog niet gedaan hebt. Voordat we naar Team Star gaan, wil ik het even ergens over hebben. In een van mijn vorige video's vroeg ik namelijk welke Pokémon in mijn team moeten. En toen zeiden jullie dat Tandemouse, de Normal-type Pokémon, heel sterk wordt. Maar ook dat Smoliv eigenlijk wel in mijn team moet. Maar er zijn verschillende redenen waarom ik dat nog niet doe. Als je namelijk kijkt naar deze Pokémon type chart, dan zie je dat normal type Pokémon eigenlijk nergens super effective tegen zijn. En ik wil eigenlijk altijd wel Pokémon die super effective moves hebben. Enige ding wat wel handig is dat hij niet geraakt kan worden door ghost type Pokémon. En Smoliv is natuurlijk een grass type Pokémon. Mijn starter is Quaxwell, de water type Pokémon. En je ziet dat water en grass type Pokémon allebei heel erg goed zijn tegen rock en ground type Pokémon, onder andere. En om die reden doe ik eigenlijk nooit een grass en een watertype Pokémon in mijn team, omdat die een beetje hetzelfde zijn qua super effectiveness. Dus om die reden heb ik die twee nu nog niet in mijn team gedaan. Maar misschien komen we nog andere vette Pokémon tegen. Ik probeer dus altijd qua types een beetje goed uit te balanceren. En de vraag van vandaag is dan ook, welke 6 types doe jij meestal in je team? Ik vind vaak Steel-type Pokémon, Chill, Fairy-type, Dragon-type, dan Gras of Water. Soms Ground-type Pokémon. Oeh, kijk hier, een Shuppet. Oh, daar is een nieuwe Pokémon. Oh, deze gaan we vangen. Ik wil deze nieuwe Pokémon hebben. Yo, Squawkabilly. Wow, level 19? Misschien kon ik beter gelijk een quickball gooien. Mis ik mijn aanval? Nee, ik mis mijn aanval gelukkig niet, maar het doet heel erg weinig damage. Ik ga gewoon een great ball gooien, let's go. Kijken of we Squawkabilly kunnen fixen, jongens. 1, en 2, en 3, ja? Ja, lekker! Is Squawkabilly dan een flying type? Dat moet haast wel. Normal en flying. Wat een beetje jammer is aan deze Pokémon, is dat hij weer niet evolueert. Dat vind ik altijd heel erg jammer. Maar wel een vet nieuw Pokémonnetje hoor. Maar doen we het toch maar niet in mijn team. Als die zou evolueren, dan zou ik hem sowieso in mijn team doen. Makuhita! Hier beneden is de basis van Team Star. Hey, en mijn telefoontje gaat. Hallo! Cassiopeia hier. Ik zie dat je weer dichtbij een basis bent. Betekent dit dat je besloten hebt om mee te doen aan mijn operatie? Ja man, let's go. Cassiopeia bedankt ons. En die zegt, je bent officieel een lid van operatie Starfall. Oh, oh, er is een stem daar. Er is een stem. Yo, deze guy komt me bekend voor. Is dit niet gewoon de directeur van de school? Met ander haar en een bril. Hij vraagt of operatie Starfall een plek heeft voor nog een lid. En Cassiopeia die vraagt, wie ben jij dan? Hallo, ik heb mooie haartjes en mijn naam is Clive. Ja, ja, ja. Cassiopeia vraagt, hoe lang bespioneer je ons al dan? Ik ben een vriend van jouw vriend. Toch, Rikachu? Het zal wel, I guess. Cassiopeia zegt, ja, dit is serieus business. Je kan niet zomaar met ons meedoen. En Clive die zegt, nou, dat weet ik, dat weet ik. Ik heb nog wat zaakjes af te handelen met Team Star. Nou, oké, welkom bij de operatie, Clive, zegt Cassiopeia. Het regent wel. Het is echt vies weer hier zo. Sta ik dan in mijn korte broek en mijn petje. Nou, we weten ook nog steeds niet wie Cassiopeia is. En ze stoppen nu lekker met praten. Operatie Starfall gaat nu beginnen. We moeten deze basis raiden van Team Star. We moeten de bazen verslaan van het team. En een einde maken aan hun heerschappij. Team Star bestaat uit 5 squads. En elke squad heeft zijn eigen basis. En dit is één van die basissen. Dit is de vuursquad, zo te zien. Oh, die moeten we wel kunnen verslaan. Dat moet goed komen. Ik heb een water en een ground type Pokémon. Dus hey. En Clive zegt, oh, ik heb het. Ik snap het al een beetje. Als wij de challenge halen en de baas verslaan, dan moet de baas hun basis opgeven. Dat zijn de regels die geschreven zijn voor Team Star. Dus we moeten alle bazen verslaan en dan is het klaar met Team Star. Let's go! Clive die vraagt, wat is mijn rol dan? En Cassiopeia zegt, ik vertrouw je nog niet, vriend. Ik vertrouw je niet. Doe nog maar even wachten. Gewoon even buiten wachten. Laat Rikachu dit maar oplossen. En dan hoor je in de toekomst wel weer van mij. Heel goed. Hey, kijk, ik kan nu vragen of hij de directeur Clavel is. Ben jij dat? Hij zegt, ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar als iemand ernaar vraagt, onthoud dan dat ik Clive ben. Een student op de academie, net als jij. Ja, later. Ik geloof er niks van. Oh, nice. We zijn gelijk voor de basis gespawnd. En we kunnen de 3 bovenste Pokémon meenemen. Quaxwell, Wooper en Machamp. Die moeten het gaan doen. Hallo meneer, sta jij hier ook lekker in de regen? Hè? Hij zegt, ja, hier mag je niet zijn. Deze basis die behoort toe aan Team Star. Als je niet heel snel weggaat, dan ga ik je aanvallen. Kom dan, Mattie, met je mooie zonnebril. Kom dan! Oké, wat voor Pokémon heb je bij je dan? Houndour! Dit moeten we kunnen winnen. Oh, Quaxwell, maar hij is level 25. Ik heb het idee dat ik mijn Pokémon misschien nog wel een beetje moet trainen. Want ik heb niet zulke hoge level Pokémon nog. Mijn Pokémon zijn pas level 18. Behalve mijn Quaxwell, die is wel sterk. Grunt zegt, wow, ik heb verloren, shit. Nu moet ik naar de rest van mijn crew om het nieuws te brengen dat jij hier bent. Hasta la vista!
Hey, daar is Clive weer. What up, Niffo? Cassiopeia heeft me verteld over de vuurbasis. Ik geef je wat backup. Nou, hoeft niet. Oh, what up? Kleine baas, kleine Charcadet. Hij heet Charlo's. Is dit jouw Pokémon, meneer? Hij is een van de Pokémon die de academie meeneemt als ze ergens op pad gaan. Oh, oké. Hey, Charlo's gaat naar de basis. No! Hij heeft een connectie met de leider van Team Star. Oké. Ja, maar wacht. Ik ben nog laag level. En waarom zitten jullie allemaal mij zo af te leiden? Laat me gewoon doorgaan. De baas van deze squad is Mella. Zij is de beste allrounder van het team. Oké. Wow, deze is een vet cool. Oh, ik wil er één. Ik wil er één. Welk type is dit? Holy holy, deze Tauros'en zijn heel cool. Paldea Tauros. Oké, er staan er heel veel. Wat voor type zullen ze zijn? Oh, ik krijg een headbutt. Oh, volgens mij zijn ze echt sterk. Low sweep is niet heel handig voor ze. Wat gaat Aqua Cutter doen? Ook niet zoveel. Ze zijn kapot sterk. Level 22. Volgens mij wordt mijn Quaxwell straks keihard gesloopt. Maar ik wil er één. Ik vind deze echt heel vet. Oké, ik moet nu een Pokéball gooien, want zijn aanval is nu super hoog. Zou die een Dark-type Pokémon zijn? Dat moet haast wel, denk ik. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, hij gaat me slopen. Oh, hij gaat me slopen. Auw, double kick. Auw. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik wilde één hebben gewoon. Oké, palm omhoog, ga hem nuzzelen. Dan raakt hij paralyzed en dan kunnen we hem makkelijker vangen. Let's go. Ben je sneller? Je bent sneller. Nice. Oké, nuzzel. Dat doet echt helemaal geen damage, maar hij is wel paralyzed nu. Nee, niet mij raken. Oké, nog een great ball. Kom hier, kom in mijn team. 1, 2, 3... Yo, ja, we hebben hem. Wow, yo, ik vind deze Tauros super cool. En er gaan vet veel Pokémon level omhoog. Mashif wil headbutt leren. Oké, ja, is goed. Maar het zou best wel kunnen dat Mashif er nu uitgaat. Als dit ook een Dark-type Pokémon is. Welk type ben jij? Een Fighting-type Pokémon. Ja, Fighting-type is echt alles of niets. Ze zijn super effective tegen 5 verschillende types. Maar er zijn ook 5 types waarbij ze not very effective zijn. En Ghost kunnen ze helemaal niet raken. Oké, Tauros. Ik ga hem wel met team doen. En dan komt hij op de plek van mijn shift. Ja, laten we het doen. Oh ja, ik vind het wel vet hoor, jongens. Ik vind hem wel cool, deze Tauros. Oh, wow, 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 Wooper gaat evolueren. Let's go, Wooper. Let's go. Daar gaan we. Wat een grote blob, jongen. Klotsaier. Oh my gosh, deze is ook vet. We krijgen wel een tof teampie zo, hoor. Ja, maar die is ook vet. Maar Cyclizar is volgens mij ook normal type. Oké, Nuzzle. Oh, hey, de Palmo gaat sowieso kapot. Palmo's Nuzzle is wel heel handig. Maar ik denk dat Palmo niet zo sterk wordt. Hij is zeker normal dragon dan. Ik ga gewoon een Great Ball gooien. We gaan gewoon proberen te vangen. Zag je trouwens hoe klein mijn Palmootje is? Ja, we hebben hem. Nice. Oh, lekker XP'tjes, jongens. Ja, volgens mij evolueert Cyclizar ook niet, maar ik denk dat deze wel goed kan zijn, man. Hé, hey, we gaan het gewoon ook in mijn team doen, man. We gaan het team veranderen. Let's go. Dan gaat Palmo eruit, denk ik. Ik vind Palmo nog niet zo goed. Let's go. Cyclizar is erbij. Nee, dit gaat nou weer. Ik word echt lastig gevallen. Oh, heel mijn team is veranderd. Laat even in de reacties weten of jij het ermee eens bent. Of je dit een beetje een leuk team vindt of niet. Ik denk dat het team sowieso nog gaat veranderen. Want ik vind het gewoon leuk om altijd nieuwe Pokémon uit te proberen. We gaan nu aanbellen. Bij Team Star. Of we naar binnen mogen. Hallo. Daar ben ik. Ik moest bellen, want de klop deed het niet. Wees voorzichtig nu, Rickachu. Team Star heeft een unieke manier van battles. We moeten 30 Pokémon verslaan binnen 10 minuten. En dat moet niet met normale battles. We moeten onze Pokémon er gewoon met de R-knop uit gaan sturen. En dan gaan ze op deze manier battelen. Tegen deze Houndour. Let's go, Klotsaier. Let's go, allemaal. Let's go, Tauros. Wat een gekke ideetje. Oh, wow, 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 wow. Tauros krijgt wel damage. Tauros is wat iets minder op zijn plek nu, denk ik. Zie je, Tauros die is al bijna kapot. Ja, de Tauros wordt een beetje genakt. Hoe komt het eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk? Hij is een Fighting-type Pokémon. Dark-type moves die zouden niet super effective moeten zijn tegen Tauros. Dus waarom gaat het zo moeizaam, Tauros? Waarom? Komt dat omdat je tegen die Torkoal moest vechten? Heb je een beetje moeite met die Torkoal? Is dat het ding? Laat die maar eventjes doen, dan klot, zei je dan. Oh, Tauros komt ook alweer. Hallo, Tauros. Ja, Tauros heeft moeite, hè? Maar maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan dit wel winnen. We hebben er al 16 verslagen. Let's go. Hier zijn Little Leo's. Come on, Klotsaier. Come on, Tauros. Come on, allemaal. Lekker bezig. Hier weer wat Houndoompie Woompies. Nice. Die gaan er ook aan. Daar beneden. Growlithe en Torkoal. We moeten nog 9 Pokémon verslaan. Dit is niet heel moeilijk. Het gaat eigenlijk allemaal een beetje vanzelf. Het gaat eigenlijk best wel chill zo. Helemaal top. Nice, nog 5 te gaan. Ja, maar Tauros, ja. Tauros, die is bijna kapot, joh. Ik ga denk even naar automaatje. We gaan Tauros even healen. Dat kan volgens mij bij deze automaten. Hallo? Kijk. Super chill.
Is nog gewoon gratis ook, joh. Dankjewel, Teamstar. Super lief. Helemaal top. Let's go, Quaxly. Klotzaaier, Taurosje. Very nice. En klaar. Finish. Maar nu komt het echte werk pas. Ons verdediging is gebroken. Het is nu aan de baas, zegt Teamstar. En daar komt de baas. Daar komt Mella op de mooie vuurtruckie. Zo dan. Zo dan. Wat een wagen, jongen. Helemaal sick. Hallo, Mella. Alles lekker. Heb je zin in deze battle? De baas van Team Stars Firecrew, Mella. Dus jij bent degene die hier aan het vechten is. Waarom doe je zoiets stoms? Nou ja, ik weet het niet. En dat boeit me niet ook, zegt ze. Je hebt ons uitgedaagd, dus ik ga je verslaan. Dat is alles. Kom maar op, joh. Kom maar op. Ik lus je rauw. Ik heb een Quaxwell bij me. En ik heb een Klotzaaier bij me. En dat zijn bazen. Of niet, Quaxwell? Torkoal kan wel altijd vervelend doen, moet ik zeggen, hoor. Kijk, inderdaad, deze Drought Ability. Er komt wat meer zonlicht. Nou, ik ga toch gewoon voor Aqua Cutter. Let's go. Ja, we moeten dit gewoon op deze manier, denk ik, toch aanpakken. Ja, dat is vervelend. Torkoal gaat voor Vlammenwiel. It's not very effective. En het doet gewoon meer damage dan mijn move bij haar. Of hem, of hoe je het noemen wil. Welk level is deze Torkoal? Had ik toch moeten trainen? Ik denk het wel. Heel vervelend dat ik ook gelijk geburnt ben, man. What the F? Is niet oké. Okay. Is niet oké. Okay. Deze Torkoal die gaat er gewoon niet aan. En mijn Quaxwell gaat wel kapot. Ja, ik ga Quaxwell dan ook maar gewoon denk kapot laten gaan. Want nu die burnt is, hebben we er toch niet zo heel veel aan. Oké, okay, Quaxwell, goed gedaan. Dit was het voor jou. Laatste flamewieltje. En dan ben ik... Oh, worden gewoon gesloopt. Ik had beter moeten trainen. Klotzaaier, let's go. Ik ga terrestrializen. Ik moet wat proberen. Deze twee Pokémon hebben super effective moves. Quaxwell en Klotzaaier, die moeten het doen. Let's go, grote blob. Waarschijnlijk ben je langzaam, hè? Ja, Flamewheel, maar dit doet zo... Waarom doet dit zoveel pijn? Welk level is deze Torkoal, jongen? Hou even op met me, hoor. Oké, zijn speed is nu naar beneden. Ik hoop dat wij sneller zijn. Ja, we zijn sneller. Lekker. Oké. Torkoal is in ieder geval weg. Wat een vervelende vent is dat, zeg. Oké, Revavroom nu. Oh, dat is die auto. Oh my gosh. Oké, ik hoop dat deze Revavroom mij niet in één keer kapot maakt. Ja, dit is veel te sterke aan level 26. Ik kan dit helemaal nog niet aan, joh. Veel te sterk. Oké, ik ga Tauros erin gooien. Dan gaat sowieso de attack een beetje omlaag van de Revavroom. Misschien had ik dat inderdaad op die tactiek moeten gooien. Dat we zijn attack gewoon heel erg naar beneden brengen, maar... Oh, let's go for headbutt. Oké, hij gaat voor Screech. We kunnen in ieder geval aanvallen nu. Mijn defense gaat zo hard naar beneden. Oh nee, oh, kijk hoe weinig damage we doen. Ja, en deze move is niet normaal. Deze move maakt me helemaal kapot. No! Ik kan dit niet overleven. Tauros is ook kapot. Ik zei het toch, ik wist dat ik mijn team nog moest trainen. Charcadet, kan jij wat doen? Ik denk het niet, hè. Oké, jongens, we gaan Quaxwell reviven. We gaan Quaxwell reviven en dan hopen dat we het met Quaxwell kunnen fixen. Ik bedoel, het zonlicht is nu niet meer zo fel, dus het zou moeten lukken. Kijk, Blazing Torque, dat doet niks. Dat is nice. Laten we ook gewoon gelijk Klotzaaier reviven dan. Ik bedoel, als die Tony zo heel veel kan doen tegen deze Pokémon. Of we kunnen gewoon een half uur gaan battelen met Charcadet. Dat kan ook. Ik heb in ieder geval weer twee Pokémon geheeld nu. En Charcadet gaat nu kapot. Oké, okay, Quaxwell. Tijd voor ronde 2. Oké, overheat. Oké, heb je dat ook? Maar hij is not very effective. En nu kunnen we dit misschien wel fixen. Zijn special attack gaat omlaag. Ja, ronde 2 gaat wel lukken, jongens. Ronde 2 gaat lukken. Oké, ik moet niet te hard juichen. Ja, lekker. Blazing Torque doet nu ook niet zoveel damage meer. Zie je die Torkoal? Die Torkoal is zo'n nare Pokémon, jongen. Met zijn Sunlight Move ding. Heel irritant. Maar ik ben wel weer burned. Stop daar eens mee. Met mij burned maken de hele tijd. Aqua Cutter! Oké, ik denk dat het hierna tijd is om nog een keer te healen. Blazing Torque. Ja, 15 HP over. Aqua Cutter, let's go. Oh! Hij is bijna kapot. Lekker. Maar de burn doet wel pijn. Ik kan nu Aqua Jet doen, maar misschien sloop ik hem daar net niet mee. Dus let's go. Super Potion. Lekker Quaxal. Ik wist dat ik op je kon rekenen in ronde 2. Dan maar zo, hoor. Kijken of we het met een Aqua Jet zouden redden. Ik denk het net niet. Nee, zie je? Dat redden we niet. Nou, dan doen we er gewoon nog één. En dan is het wel klaar. Hoppakee! De Starmobile! Vermella is toch down. Oh, gelukkig. Werden we even flink gesloopt in het begin. Ja, Mella. Je trucje heeft toch niet gewerkt? Oh, is dit echt hoe het eindigt, zegt ze? Ja, man. Helaas. Maar anderhalf jaar geleden gebeurde dit.
Toen zei Mella, oh, net op tijd. En Aerie zegt, welkom back Mella. En dan zegt ze weer, ja, ik heb Char Cadets laten evolueren. Ze moeten nu genoeg kracht hebben om de Star Mobiles te laten functioneren. Oh, nice. Oh, en Mella vindt die ene gast daar rechts een beetje irritant volgens mij. Dat is Ortega, denk ik. Die zegt, ja, je bent altijd zo onbeschoft tegen iedereen. Oh, en Aerie, die zegt, nou, dat is niet waar, Orty. De meiden op de academie waren altijd jaloers op hoe cute Melly is. En ze heeft een bepaalde attitude voorgenomen, zodat ze niet meer gepest wordt. Oh, werden hun altijd gepest op de academie, maar nu zijn zij toch degene die pesten? Giacomo, die zegt, jongens, het is bijna tijd voor het grote event. Operation Start gaat bijna beginnen. Alle pestkoppen zijn verzameld. En ze worden gebracht naar het schoolplein. Mella die zegt, ja, het is eindelijk zover. Ik heb er zoveel zin in. Oké, wat hebben zij dan gedaan, joh? Dus zij werden vroeger zelf gepest. Oké. We krijgen deze Star Badge van Mella. We gaan even een mooi fotootje maken. Oh, ze heeft blijkbaar een hele sterke hand als ze je de hand schudt. Nice. En we krijgen nog een TMP Flame Charge. Nou, thanks weer, Mella. Ik vond dat wel een enerverende battle. Mella die zegt, ja, ik geef dit niet aan jou. Ik geef dit aan Quaxwell. Ze vindt mij maar stom zo te zien. Laat me met rust, zegt ze ook. Oh, kijk, hier is Clive. Die zegt, jij bent Mella van Team Star, toch? Er is een Pokémon die jou graag wil zien. Mella die zegt, wie ben jij dan? Nou, hij is de directeur, maar hij doet alsof hij niet de directeur is. Kijk, hier is Char Cadet. En Mella zegt, Char Cadet, wacht. Oh, huh? Dit is Charlos, maar wat doe jij hier, Charlos? Of Carlos, I don't know. Clive die zegt, hij kwam naar deze basis toe omdat hij jou zocht. Ja, zie, hij is vet enthousiast. Mella die zegt, ja, ik speelde altijd met hem elke dag toen ik nog naar school ging. Ik kan zelfs vertellen wat hij allemaal denkt, dat door gewoon naar zijn vlammen te kijken. En Clive die vraagt, weet je waarom Charlos jou wil bezoeken dan? Mella die zegt eigenlijk niks. Nee, die wil er niet over praten zo te zien. Clive die zegt, Carlos wil jou vertellen dat je terug moet komen naar school. En Mella zegt, hou gewoon je mond. Team Star heeft zichzelf ingegraven op deze plekken om iets te plotten tegen de academie. Wist jij dit? Mella die zegt, nee, dat is de eerste keer dat ik zo'n stom gerucht hoor. Er is niks veranderd. Iedereen doet nog steeds stom. En Clive die vraagt, waarom had je dan die auto gebouwd? Mella die zegt, die Star Mobile? Dat hebben we heel lang geleden gedaan om ons te helpen bij het grote gevecht. Maar we gebruiken het echt tegen niemand. Totdat jullie twee hier kwamen om problemen te zoeken. En Mella die zegt, heb je ooit gehoord van Operation Star? Waarvoor Clive zegt, Operation Star? Bedoel je niet Operation Starfall? En Mella die zegt, ja, ik dacht al dat je het niet zou weten. Maar voor mij en de andere members van Team Star is het de herinnering die we altijd met ons mee zullen dragen. Oké. Operation Star dus, in plaats van Starfall. Dat was vroeger gebeurd. Was dat die big fight? Ik denk het wel. Ja, we worden weer gebeld door Cassiopeia. Die gaat ons natuurlijk even feliciteren met onze badge. Dankjewel. We krijgen wat LP-puntjes. Nou, super top. Dankjewel. Kunnen we weer een mooi spulletje van kopen. Oh, hallo. Ben je er ook, Penny? Leuk dat je even langskomt. Ik had je nog maar één keer gezien, inderdaad. Bij de trap, bij de school. Dat was het. Penny zegt, oh, je herinnert me nog. Ik help je ook met Operation Starfall. Ik ben goed met machines en dingen hacken en dat soort dingen. Dus hier een bonus van Cassiopeia. We krijgen nog wat materiaal. Thanks. Dankjewel. Oké, doei, dag. Met je mooie Eevee-tas. Waar zullen we dan in de volgende video naartoe gaan? We zouden naar de Electric Type Gym kunnen gaan. Let's go! Let's go, Onkoloinki. Sta je hier nou te kijken naar mij? Wil je mee? Dat kan niet, want ik heb een vet nieuw team. Laat weten wat je van het team vindt, waar we naartoe moeten in de volgende video. Abonneer, duimpjes omhoog, belletje aan en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!